De Nationale Assemblée hield vandaag een spoedvergadering om een technische wijziging aan te brengen bij de wethoudende regels voor het beëindigen van het lidmaatschap van de Nationale Assemblée. De wetswijziging is aangenomen met 27 algemene stemmen. De oppositionele partijen VHP, ABOP, Percaya Luhur en de NPS hebben uit protest niet aan de vergadering deelgenomen. De partijen voerden aan dat op 17 augustus in alle haast de wet is behandeld en goedgekeurd. Nu blijkt dat er fouten in zitten. Het ging om een onjuiste verwijzing op enkele plaatsen en een begripsbepaling die moest worden vereenvoudigd. De vergadering werd gehouden voordat de afronding van de circulatoren begroting werd voortgezet. Parlementariër André Misikaba, lid van de commissie van rapporteurs, heeft er begrip voor dat een aantal parlementariërs aangeven dat er fouten zijn gemaakt omdat de wet in alle haast is aangenomen. Hij geeft aan dat het om een technische wijziging gaat. En uiteraard, ik begrijp dat verwijt politiek van in alle haast. Jullie hebben de wet in alle haast. Jullie waren moe, 5 uur in de ochtend. Vandaar dat die fout is gemaakt. Wel, niet al die behandelingen hier zijn tot 5 uur in de ochtend gegaan. Mensen hebben gewoon conform de normale tijd de zaak behandeld. En toch, omdat het mensen zijn die werken, zijn er kleine technische fouten ingeslopen. En we hebben de procedures hoe we die zaken corrigeren. Dus voorzitter, er is niets aan de hand. En vooral omdat het deze wet betreft, want je zou kunnen zeggen, waarom doen we het nu? Ik denk dat je deze wet zo goed mogelijk moet presenteren. Foutnom, dit is een te belangrijke wet. En het is een wet die veel problemen heeft gegeven. Dus we konden niet wachten dan het inderdaad gelijk aanpakken. Volgens vicevoorzitter van het parlement, Melvin Bova, is het goed om de wet opnieuw te bekijken. Bova wilde de discussie niet opnieuw opstarten. Als je allerlei dingen hoort van dat deze wet bedoeld zou zijn om hals over kop, voorzitter, zaken te stoppen, te stuiten, voorzitter, dan begrijp je niet waar het om gaat. Het gaat in elk geval erom dat we onze verantwoordelijkheid op 17 augustus, voorzitter, met elkaar hebben genomen om in gevolge artikel 68 van de grondwet te regelen hoe het lidmaatschap van de Nationale Assemblée nou beëindigt. Zij het door overlijden, hoe dat in gang moet worden gezet. Zij het door op eigen verzoek, hoe de procedure daarvan moet zijn geregeld. Zij het door afwezigheid voor langere perioden, hoe dat allemaal in elkaar zit, voorzitter. We hebben een aantal cases hier in het parlement gehad, welke het werk van het parlement heeft opgehouden, juist omdat deze zaken onvoldoende zijn geregeld. En de inspanning die we hebben gepleegd, voorzitter, is een inspanning geweest om deze zaken goed te regelen. Melvin Bova, de Nationale Assemblée hield vandaag een spoedvergadering om een technische wijziging van de wethoudende regels voor het beëindigen van het lidmaatschap van de Nationale Assemblée.